1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, die heb ik nog vergeten. Good life! Ruben, Melanie, Jason, Jalicia, Jaden. De grootste familievlog van Nederland. Good life! Een hele goede middag allemaal. Hi, kijkertjes. Hallo. Wie ben jij? Jason Good. Jason Good. Jason is in de groep 3 namelijk, dames en heren. Ja, maar wij gaan huiswerk maken. Jason heeft voor de allereerste keer huiswerk mee. Ja. En nou is het grappig. Hoe moet dat dan maken? Want, hoe gaat Jason dat doen? Ja. Naar mij. Ja, zo meteen, want ja, Jason kan dus, schijnt al een aantal letters en Jason moet dus ook al kunnen lezen. Ja, dan gaan we dus een vlogje maken met, even dicht laten nog, leren lezen. Daar zit dus huiswerk bij en we gaan ook een vlog maken, leren met schrijven. Jongens, kijk, deze is het. Ja. Zie je het klippetje schrijven? Chill, hè? Nou, gaan we beginnen? Ja, waarom ik maak hem open? Wat staat hier aan letters? Kijk. Wat staat hier? Er staat de E. Wat is dat voor letter? De J. Je, ja. En dan? De E. De A. De achter de I. De E. Ja. En wat staat er dan? Jason. Zien jullie dat? Hij zegt Jason. Wat goed voor jou. Nou, mag ik hem openmaken? Mama doet het voor de camera, want de kijkertjes, want er zit een blaadje in wat eerst mama moet lezen. Nee, ik doe die open voor de kijkertjes. Ga je zitten, want de kijkertjes kunnen je niet zien. Okay. Ja. Nee. Even wachten. Graag vandaag en niet morgen, want dat vinden de mensen niet leuk om te wachten. Kom, Jason. Ja. Dank je. Nou, ik heb dus, even kijken, hier zitten dus lettertjes op. Of cijfertjes. Lettertjes. Lettertjes. Dus die gaan we zo meteen gebruiken. Wat mama nu als allereerst gaat doen, we leggen die weg. Dus we hebben hier een blad. Dat zal ik jullie als allereerste gaan voorlezen. Beste ouders, nu zijn we een paar weken bezig en hebben we heel veel letters geleerd. Om te zorgen dat de letters goed onthouden worden, is het belangrijk dat de kinderen de letters oefenen. Vandaag krijgt je kind huiswerk mee. Een aantal belangrijke afspraken. Kinderen krijgen op maandag huiswerk mee en leveren die ook op de maandag en na ook weer in. Liefst iedere dag de letters die in het mapje zitten met de kinderen herhalen en proberen woordjes te maken of spelletjes met letters te verzinnen. Bijvoorbeeld pak, de K, pak, ga maar door. Bij het leesboekje iedere dag zijn een paar bladzijden lezen op de volgende manier. Ouder leest als eerste de bladzijde voor, dan lezen wij samen de bladzijde. En dan gaat deze kleine lieve meneer de bladzijde helemaal alleen lezen. Hoe, hoe, hoe. Zal dat gaan lukken? Ga ik dan de hele boek voorlezen? Dat is het eerste blaadje. Dan gaan we samen lezen. Kijk. Zien jullie dat, mensen? Daar heb je een klein prikkeltje geplaatst. Oké, dan gaan we beginnen. Wat de je, de o en de s. Ik weet het al. Rick, Dick, Jos, papa, mama. Zo. Hier. Wat staat daar? En... De, wat is even letter? De A. En de? Mm. En wat staat er dan? Ik. En. En.
Ja. Dus wat gaan we nu hier? Ik heb ook een. Wat staat hier? Jos. Jos. Wat zijn dat voor een letters? De I. De J. De. Os. Jos. En wat staat hier? De T. Wat staat hier? De Q. Goed zo. De R. De E en de Q. En wat staat er dan? Rek. Goed zo. Wat staat hier? De. A. 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 P. Ik ben al weer bij hier. P. En dan? Wat staat hier dan? Nee, je bent hier nog. Wat staat hier dan? Ik ben al aan deze klaar. Nee, want je hebt hem nog niet opgezegd wat hier staat. Wat staat hier dan? Ja, ik heb de alle woordjes al gezegd. A. A. Dus wat staat er dan? Waar staat er A? Dus dan staat daar papa. Wat staat hier dan? Ik weet het mezelf. Ja. De M. De M, ja. De likste ei. Nee, de likste ei. Wat staat er die dan? Die liggen ze weer in mijn naam. Nee. Ik ga het niet in mijn hoofd. Kom, anders krijg je een onvoldoende. Wat staat hier? De M. En wat is dit? De A. De A. Wat staat er dan? Mama. Zie je nou? Bladzijde 2. We gaan even verder. Lieve Jason. Ja, we hebben er wel maar tegen gestaan. Dan gaan we weer. Luister goed wat mama zegt. Kijk. Dan ga ik ze even voorlezen. Hier staat Jos en Dick. En Dick en Rick. Rick is op de jas. De jas is op de kar. Dus nu gaan we samen. Jos en Dick. Dick. En juist. Jos. Opletten, opletten. Wat staat hier? Jos. Dick. En Rick. Jos. Nee. Opletten, niet praten. Hier kijken naar de letter. Rick is op de kar. Jas. Kijk eens hier, letter, letter, jongen. Jas. De jas is op de, let op, kar. Nou, het is een beetje moeilijk. Dan gaan we. Oké, Jason, dan gaat mama voorlezen. Dan ga jij luisteren. Je gaat kijken. Afgesproken? Oké. Hier staat de k, o en de k. Wat staat er dan? Kok. Juist. En hier staat de r, de a, e en de n. Wat staat er dan? A, e. Nee, dat is ren. 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 Hoe zeg je, wat is dit voor letter? Ren. Kijk eens hier. Wat is dit voor letter? Ren. Oh, nee. We gaan even hier even erbij pakken. Nee, dat kan niet. Nee, deze letter. Zo. Wat is dit voor een letter? Dat weet ik ook. De letter? Dat is de Q, de E, de E. Juist, ren. En wat staat hier? Hier staat de K, E. Wat staat er dan? Ren. K, K, E en de Wat staat er dan? Is dat van een dier? Hier eens even. De k van kip. Kip, ja. Ja, en de i en de n, nat. Wat staat er dan? K,
Kin staat er dan. Kin. Op letten, je bent niet op het letten. Ja, kin. En de N. Jos. De E en de K. De Jos. Nek. Jos. Luister eens, hier staat sok. De S. De O en de K. Dus, en nu doet Jason het. De R. Nee, hier. De S. O. Ok. Wat staat er dan? Rok. S-O-K. Sok. Juist. Hallo, huiswerk. Huiswerk, mijn schat. Je kan ook niet verwachten dat je het allemaal in één keer helemaal goed kan, hè. Het had zijn tijd nodig. Hè? Ja. Maar dan gaan we nog één keer, we gaan nog even één letter hier doen. Hier staat de... K. A. En de M. Dus wat staat er dan? K. A. M. De P. Nee. Kam. Kam. Maar weet je wat we gaan doen? We hebben hier letters. We gaan een paar... Dat is het laatste. Ja, we gaan eventjes een paar lettertjes leggen. En dan hebben we hier nog ons leespennetje. Want die kan jij dus al heel goed. Oké? Okay? Ja. Nou, dan gaan we dat even doen. Zo, lieve Jason. Ja. Mama heeft je allemaal cijfertjes. Sorry. Allemaal lettertjes. Oh. Mama stoot in de camera. Niet slim. Zo. Dan ga je me even helpen. Weet je wat we nu aan het leren is? Welke letter? Dat is met een streepje eronder. Die hebben we geleerd. Die hebben we geleerd. Oké, okay, leggen we die even zo aan de kant. En wat voor letters zijn dat wat je geleerd hebt? Wat zijn? Dat is de. Wacht, laten we die ook even zien. De. Kan jij laten zien aan de kijkers? Oké, oké. Ja, en... Dit is het. Ja. En wat is... De. Nee, dat is fout. Uit. Wat is dat, de letter? De. Juist, laten we zien. De. Goed zo. Ik moet dit iets klemmetje erbij doen. En... Oh, die had je al gedaan. Dat was de. En de p. En dit. Deze is de m. De m. En nu wil ik van jou de A. De E. Wat is de E? De E. Wat is die? Wat is de A? De E. De A. Wat met? Juist. Leg hem eens erbij. De A. De A. Ja? Goed zo. Leg hem maar naast de m. Naast de N. Zo. En de letter P. De letter P. De P. De letter P. Zoek de letter P. Kijk eens goed voor je. Je hebt hem mijn mama net laten zien. Want die heb je deze week geleerd. Juist. Leg hem maar erbij. Achter de A. E. Hier. En wat staat er nou? Jos. Lezen. De N. De. De. P. Dus wat staat er dan? Nap. 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 Oké. Okay. Dan gaan we nog eentje doen. De letter K. Zoek de letter K. We gaan kam schrijven. Zoek de letter K. Ik heb een koetje. Ja? Dan leg je hem voor je. Dan zoek je nu de letter A. Oh. Juist. Ja. En dan pak je nu de letter M. Hier, altijd aan deze kant. Hè? Die werk altijd van links naar rechts. En wat staat er nou? Hé, hey, wat goed voor jou. Dan gaan we het laatste onderdeel doen. En dan gaan we namelijk het spelletje van ik leer doen. En dan gaan we die vlog afsluiten. En dan gaan we de vlog afsluiten. Afgesproken. Hallo. Ja. Hallo. Zo. Hallo.
Makkie. We hebben een spel. Is dit Makkie? Ja, dit is Makkie. Ik ga hier even eentje uitzoeken voor jou. Dit is Makkie. Allemaal zijn Makkies. Draai je maar even om. Oh, wacht. Even kijken dat mama het goed op. Nee. Oh. Vandaag gaan we het onderdeel kledingstuk doen. Ja, ik pak deze. Wat is dat voor een letter? En dat is de I. De dikste I. De J. De J. En dan met de rood. En dat is. En dat is. Jas staat er. Waar is de A? Dat is. A. Juist. De dikste I. En de S. Je moet wel lezen, Jason. Jas. Dus de letter? Groen. Jas. En dat is de S. Goed zo. Wat staat er nou? Jas. Goed zo. En nu gaan we de letters van broek maken. Wat is dat voor letter? De letter? De. B. Die is goed. Ja, die is niet de. Die moet daarin. Ja. B. En dan de letter? R. Rrrr. Doe maar, Jan. En de O. De O, dat is geel. Goed zo. De O zit alleen maar in geel, hè? Ja. En de. De liefste ei. E. No. Een broek. Ja. En de letter? De K. Oh, mama, dat is hier. Waar? Dat is. Waar is hier. De. Haha, wat is dat voor letter? Daar. Goed zo. Groen. Voor rok. Marok. Juist. En dan weer de letter K. Maar die kan die bij je best goed. En dat is de. Ja, de K. Blauw, hè? Goed zo. De K. Blauw. Goed zo. En dan gaan we nog één woord doen, lieve Jason. En dat is het woord. Muts. De mm. Zoek de mm. Geel. Goed zo. Muts. En nu gaan we. Wat is de tweede letter? Is in? Dat is. Wat is dat voor letter, jongen? De. E. Muts. En nu ga je de letter. Dat is. Kijken. Wat is dat voor letter? De letter T. Malajoikoi. Ik praat dus niet aan Engels, maar ik ga gewoon met mijn Engels praten. En de vierde letter. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, die heb ik nog vergeten. Oh, maar. Even je woord afmaken, dus van slang. Ja, dus. Ah, daar staat er. Muts. Kijk eens, jongens. Makkie. Wat zie ik nou weer? Dan kijk eens in de. Heb je weer een bloedneus gehad, jongen? Ja. Op school? Ja. Hoeveel bloedneuzen? Oma, een paar keer. Nee, maar een keer. Nee, drie keer. Ik denk dat het vandaag even voor jou genoeg geleerd is, jongen. Want je zal best wel moe zijn, of niet? Ja. Nou, wil jij de vlog afsluiten, alsjeblieft? Vind je het een leuke video? Dan laat een belletje terug. Ik krijg altijd een nieuwe melding.
druk hier onderaan op dat rode knopje. Dan weet je, 10.000 abonnees kaartjes hebben. Dan gaan we, dan krijg je superveel kaartjes terug. Maar, als je op de rode knopje duwt, krijg je iedere dag een nieuwe video en een melding. Juist, iedere dag. En je weet je, als je een belletje hoort, dan weet je dat als je een nieuwe video eraan komt. Juist, iedere dag om 4 uur. Om dus, 4 uur. Wat zeggen we dan? Doei. Oeh, een kusje voor de kijkers. Nou, ik zou zeggen doei. Abonneer je op Good Life en vergeet niet op de bel naast de abonneerknop te drukken. Dan ontvang je van elke vlog een melding en pushbericht en mis je helemaal niks meer. Dus druk op de bel!